Voorzitter, staat er mij toe dat ik op deze feestelijke dag, ik zei het net al, ook onze kiezers bedank die ons door de jaren heen hebben gesteund. Want zonder jullie was dit nooit mogelijk geweest. Dus ik zeg tegen alle mensen thuis die misschien nu tv kijken of dit debat volgen, dank jullie wel. Ik weet het nog goed. Dit jaar, precies 20 jaar geleden, zat ik als eenmansgroep onder de naam Groep Wilders in de Tweede Kamer. Daarna kwamen we als PVV met 9 zetels de Kamer in. We wonnen en we verloren in de jaren daarna zetels, maar we gingen altijd door. We gaven nooit op. Ook niet als het moeilijk werd. Zoals vorig jaar juni, toen we op 12 zetels in de peilingen stonden. Maar na de val van het vorige kabinet en een stevige campagne vierden we vorig jaar november een historische verkiezingsoverwinning. De PVV werd met 37 zetels met afstand de grootste partij van Nederland. 2,5 miljoen Nederlanders gaven ons hun stem en vertrouwen. Want al die mensen kozen voor hoop en verandering. Ze hunkeren erna dat er een nieuwe, frisse wind gaat waaien in Nederland. Ze willen dat hun problemen serieus worden genomen. En nu, 7 maanden na de verkiezingen, schrijven we geschiedenis. De PVV staat in het centrum van de macht en neemt deel aan het bestuur van het mooie land. Het is tijd voor een nieuw begin. En zoals ik al eerder heb gezegd, ben ik ervan overtuigd dat ook de zon weer gaat schijnen in Nederland. En het vertrouwen van de burger in de overheid is alleen al door het aantreden van dit kabinet, zo zagen we een paar dagen geleden, gegroeid. En onder laag opgeleide is het vertrouwen in de overheid zelfs verdubbeld. Alleen door het enkele feit dat dit kabinet is aangetreden. Voorzitter, ik heb er ontzettend veel zin in. Mijn fractie heeft er voor zin in en ik weet zeker, de minister-president zei het trouwens net zelf al, dat hij en al zijn bewindslieden er ook heel veel zin in hebben. En behalve, voorzitter, dat ik die 2,5 miljoen PVV-kiezers wil bedanken, ook een oprecht woord van dank aan mijn collega's van VVD, NSC en BBB. Mevrouw Jisselgus, de heer Omtzigt en mevrouw Van der Plas. Dank dat we de intensieve en soms loodzware onderhandelingen toch succesvol hebben weten af te ronden. Voorzitter, het zal niemand verbazen dat het voor de PVV absolute prioriteit heeft dat het kabinet nu snel aan de slag gaat om te komen tot fors minder asielzoekers. We moeten, zo staat het ook in het akkoord, het strengste asielbeleid ooit krijgen. Met minder nemen we dan ook geen genoegen. Dus de belangrijkste reden dat we in het kabinet zetten, en we hebben daar afspraken over gemaakt in het akkoord, van uitzonderingsbepalingen tot de vreemdelingenwet, tot die asielcrisiswet, het intrekken van de spreidingswet. Er komen grenscontroles, de grensbewaking zal worden geïntensiveerd. Het kabinet gaat, dat zal van lange adem zijn, proberen om draagvlak te vinden voor een opt-out naar Deens model. En zo gaan we maar door. Dat, voorzitter, die agenda is de agenda waar Nederland massaal voor heeft gestemd. En dat zijn de veranderingen die keihard nodig zijn. Maar er is meer nodig. Het gaat niet alleen om asiel. We zijn ook blij dat er meer woningen worden gebouwd. We zijn blij dat met minister Matlener er 2,5 miljoen euro beschikbaar komt voor betere en meer infrastructuur. We zijn blij dat ook in de landbouw boeren en vissers, dat die meer ruimte krijgen. We zijn blij met het eigen risico. We zijn blij dat er wat meer op ontwikkelingshulp, bijna 2,5 miljard, structureel wordt bezuinigd. We vinden dat allemaal hartstikke goed. En we vinden dat het kabinet daarmee aan de slag moet. Ik denk, voorzitter, dat ook het MKB met dit pakket blij is. Dat we de MKB-winstvrijstelling, dat de verhoging van de energiebelasting, dat we die gaan schrappen. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland hunkeren naar een nog veiliger Nederland. Dat de politie staat in het akkoord, zichtbaarder wordt in de wijk. Dat we hard gaan optreden tegen straatterreur. Dat de verhoging komt van de strafmaat over terrorisme. Dat er zwaardere straffen komen voor zware misdrijven. Dat we de prostitutieleeftijd gaan verhogen naar 21 jaar. Allemaal keihard nodig, net zoals de zorg. Ik had er net al een interruptiedebat over met de collega van de SP. Ook daar niet alleen maar leuke dingen, maar ook leuke dingen. En we hebben onze twee beste mensen van onze partij daaraan afgevaardigd. Minister Agema en staatssecretaris Meijer. Dus als zij het niet kunnen, dan kan niemand het, zeg ik, tegen de excellenties Fleur en Vicky. Voorzitter, ik zou hier als het mag vandaag wel alvast een lans willen breken voor de streekziekenhuizen in het algemeen en het Zuiderland ziekenhuis Heerlen in het bijzonder. In het hoofdlijnakkoord staat letterlijk dat de insteek is dat streekziekenhuizen behouden blijven.
En mijn vraag aan de minister-president is, zorg daar dan ook voor. Linksom of rechtsom. Via alternatieve bekostiging, waar een onderzoek naar wordt gedaan volgens het akkoord, of op een andere manier. Regel het. Streekziekenhuizen met een volwaardige spoedeisende hulp en intensive care zijn onmisbaar in de regio. En ik vraag de minister-president zich hier ook persoonlijk voor in te spannen en samen met de minister van VWS ervoor te zorgen dat het Zuiderland Ziekenhuis in Heerlen een volwaardig ziekenhuis blijft. Ga met ze praten. Ga praten met dat ziekenhuis, met de verzekeraars. Ga met ze praten en probeer eruit te komen. Ik zou heel graag een toezegging willen hebben van de minister-president en kijken of we daar in ieder geval voor de algemene beschouwingen dan een antwoord op kunnen krijgen. Voorzitter, eerlijk is eerlijk, we hebben niet alles binnengehaald. We hebben ook pijnlijke maatregelen moeten nemen. Ik had het al over de curatieve zorg. Ik heb het al over het klimaatbeleid waar we voor hebben getekend. We hadden ook veel meer willen bezuinigen op de publieke omroep. We krijgen te maken met financiële tegenvallers. Voorzitter, het hoort er allemaal bij. Dat hoort bij verantwoordelijkheid nemen. Ergens voor staan. Willen werken aan verbetering. En regeren, voorzitter, brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. En wij zijn daar als PVV-fractie ons zeer van bewust.